Hey, we zijn vandaag weer in het Biesboscentrum. En de vorige keer ben ik hier ook al geweest, maar dan in de bomen. Vandaag op het water. Maar ik ga eerst even zoeken naar Sanne. Want Sanne kan mij alles vertellen over vandaag. Sanne! Ze heeft ook gelijk, hè. Ik ben weer aan het treuzelen, maar ik heb Sanne gevonden, dus we gaan lekker het water op. Jij werkt bij het Biesboscentrum, maar wat kan je eigenlijk allemaal doen bij jullie? Nou, het Biesboscentrum Dordrecht is eigenlijk de perfecte locatie voor je start van bezoek aan de biesbos. We hebben een hele mooie tentoonstelling binnen. En aan het einde van de tentoonstelling heb je tips om naar buiten te gaan. Je kunt op excursie gaan met een biesbosgids. We hebben heel het jaar door rondvaarten. Dus we hebben in juli en augustus elke vrijdagavond de midzomeravondtocht. Waarbij je natuurlijk ook nog grote kansen hebt om bevers te spotten. We varen nu naar de Stenen Kee toe. En dat is een onderdeel van die cultuurhistorie. Je hebt me nu even van het water afgehaald om hier te wandelen. Waar ben ik? Nou, we zijn nu op het Schiet Museumpad. Daar kan je met het pontje komen en dan kan je een hele mooie wandeling maken over het natuurpad. En dan kom je uit bij de originele Stenen Kee. Hey, dankjewel voor een heerlijk vaartochtje. Ja, heel graag gedaan. Ik ga volgens mij nu eigenlijk lekker lunchen, maar waar ga ik precies naartoe? Je gaat lunchen bij Brasserie Bies en dat is hiernaast, naast het Biesboscentrum. Heerlijk. We hebben heerlijk gevaren en nu is het tijd voor een broodje en wat te drinken. Vertel, je bent net open, heb ik gehoord. We zijn inderdaad net open. Zelfbedieningsconcept, zodat we makkelijker veel mensen kunnen bedienen. Dus we hebben aan één kant dranken en broodjes en dat soort dingen liggen er klaar voor de mensen. Nou, misschien moet je er zo ook even eentje proberen. Nou ja, jij weet het, wat raakt me aan? De burger is wel echt goed. Ik heb er heerlijk geluncht en het is nu tijd om mezelf te gaan verplaatsen. Want ik ga zo windsurfen. Hier bij windsurfvereniging Windkracht. Alles wordt me zo uitgelegd voor op het water. Maar stap 1 is natuurlijk naar een iets meer waterproof outfit. Ik heb weer een leuke manier hoe ik dat ga doen. Let op! Zo, dit is beter. Tijd om lekker het water op te gaan. Laten we starten met wie ik eigenlijk het genoegen heb hier. Jaap Nispeling en ik ben al denk al een jaartje of 30, 35 geloof ik nu al lid van de vereniging. Oh. Dus voor beginner Daan komt het al helemaal goed vandaag. Hey, zoals ik zie, plank, cel en pak hebben we. Ja. Nu nog een uitleg denk ik toch? Daarbovenop staat een mooi plankje op de kant. Ja. En dat noemen ze een simulator. Daar gaan we naartoe. Ik heb er volledig vertrouwen in. Heb jij er vertrouwen in? Ik absoluut. Kom eens op dan. Hey Dan, maar het ging hartstikke leuk met dat windsurfen. Heb je enig idee hoe koud het water hier is? Nee. Oh, nou, want het is ongeveer een lekker temperatuurtje, want het is maar 4 meter diep. Dus als je hier de karpen ziet zwemmen. Nou, hier hebben een paar karpen nog. Oh, ik zag net nog zwemmen. Ja, normaal hoor je niet droog te blijven, maar je hoort wel een keer nat worden. Tot dusver de eerste windsurfles zonder te vallen. Bij deze dan ook mijn dobberende afsluiter. Ik heb weer genoten van een heerlijk dagje in Dordrecht. Van op het water varen tot op het water surfen en natuurlijk lunchen. Wil jij nou meer te gekke dingen in Dordrecht weten? Hou de socials dan in de gaten en ik zie je bij de volgende keer.